It's 23 minutes. It's 23 minutes. We gaan de parade officieel openen. Duizenden jaren geleden verlieten onze voorouders Afrika. Sindsdien zijn wij mensen blijven reizen. Maar onze reis is er één van vele. Elk moment reizen er miljarden zeedieren door de oceaan. Deze continue magische migratie door het water inspireerde de kinderen van het AZC in Wijk West tot een vis die zonder haperen samenwerkt in de school vissen, een schildpad die zijn huis op zijn rug draagt en een rog die sierlijk door het water zweeft. Zuilen, buurthuis de Beatrix en Woendelee brachten kinderen en volwassenen uit de wijk Noordwest bij elkaar. Bij water moesten we denken aan trekvogels. We maakten een ooievaar, een zwaluw, een hop, een bijeneter en een uil. Trekvogels leggen vaak een lange weg af boven water. Aan de rand van Zuilen strijken ze dan neer in de vogelweide. Net als steeds meer mensen uit verschillende windstreken neerstrijken in onze woonwijk, op zoek naar een nieuw thuis. Leidse Rijn is bijna alles anders dan vroeger. In de Ark van Leidse Rijn vind je alle soorten leven van vroeger en nu. De leerlingen van het Leidse Rijn College sprongen in het diepe en keken naar allerlei dieren in en om het water. Kleine dieren dicht bij huis, zoals de dansende libellen, maar ook de grote oceaandieren, zoals de zeeschildpad, de kwal, de haai en de rog. We moeten zuinig zijn op het waterleven.
onze wijk Zuidwest beleeft een metamorfose. Renovatie, nieuwbouw. Alles om ons heen transformeert voortdurend. Met buurtbewoners lieten we ons in het Huis van Vrede inspireren door kunstenaar Escher en zijn beroemde tekeningen van vogels die transformeren in vissen en schildpadden die als puzzelstukjes in elkaar vallen. Onze lichtsculptuur toonde transformatie van tranen als waterdruppels naar een vis met vleugels die verandert in een vogel. Tranen kunnen veranderen in iets moois en iets sterks. Atelier Spat van de Tussenvoorziening liet voor Wijk Oost de Utrechtse basilisk herleven. Dit monster leefde ondergronds, in de werfkelders onder de oude gracht. Hij had de kop van een haan, de vleugels van een draak en de staart van een ratelslang. Overal waar hij passeerde werd het water giftig. En wie in zijn ogen keek, verbrandde tot as. Tot een dapper jochie hem een spiegel voorhield. Het monster verbrandde toen zelf, door zijn eigen blik. Ergens in onze wijk Zuid wordt het water van de Kromme Rijn gespleten. Later komt het weer samen. Deze eeuwige afwisseling van splitsing en vereniging deed onze eigen samba-band Samba Kachi denken aan de flitsende bewegingen van een school vissen, die elk moment uit elkaar kunnen spatten, om elkaar direct daarna weer te hervinden. Tijdens het bouwen aan onze sculptuur dachten we ook aan de samba-scholen in Brazilië, waar Brazilianen met honderden tegelijk de samba spelen. In onze wijk Noordoost ligt de Zeeheldenbuurt. De zeehelden van vroeger hielden zich bezig met piraterij en zeeroverij. De leerlingen van het Gerrit Rietveld College gingen daarom op zoek naar nieuwe helden van de zee. Eerst kwamen ze uit bij SpongeBob en Patrick en hun vrienden. Maar toen ze dieper het water indoken, stuitten ze op meer fascinerende zeehelden. Van krab tot Sint-Jacobschelp en van zeekomkommer tot zeepaardje. En het mysterieuze monster van Loch Ness.
Water is van ons allemaal. De naam Overvecht is verbonden met water. Wijkbewoners uit Overvecht hebben samen met bewoners van AZC Plan Einstein Pahoed gewerkt aan de sculptuur van een waterverzameltoren. Die wordt op het hoofd gedragen, zoals in veel landen de gewoonte is. In droge gebieden zoals Ethiopië experimenteren mensen met het opvangen van waterdamp uit de lucht. Een waterophaalplaats is ook een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen. Water bepaalt ons leven. In toenemende mate. De lichtgevende octopus met de 11 tentakels heet Ursula, genoemd naar de zeeheks uit de Kleine Zeemermin. Octopus Ursula is gebouwd in onze Lutherse kerk in Wijk Binnenstad, waar ooit een Ursula klooster was. De 11 tentakels verwijzen naar de heilige Ursula, die voor een deel per boot over water een bedevaartsreis maakte met 11 maagden. De heilige Ursula kun je om hulp smeken tegen oorlog en zinloos geweld. Voor de komst van stromend water was de dorpspomp in Vleuten de gemeenschappelijke bron van stromend water. In Atelier Mooi van Abrona bouwen mensen uit Vleuten de Meren met een lichte of matige verstandelijke beperking een lichtsculptuur van de dorpspomp. De dorpspomp, als bron van leven en dorpse gemeenschappelijkheid. Dat past goed bij het uitgangspunt van Abrona. Participatie is meedoen in de samenleving op een manier die bij jou past. Zo houden we de warmte met elkaar. Domplein, laat je horen! Gaan we er even een feestje van maken? Let's go! En ik blijf letten op mezelf en ik hou het in de gaten. De mening die je volgt mag je voor de vorm laten. Ik onderneem de stappen zelf, zo zet ik me af. Dan zet ik het op een sprint en blijf op mijn eigen pad. Verander van richting, omdat ik twijfel zat op zoek naar verbinding. En dat doen we als een eigen stap. Want als we vallen, dan vallen we allemaal. Dus wat je erin stopt en wat je eruit haalt. Ik ben helemaal tot de kern gegaan. Momenten van je moes is wat je zelf bepaalt. Hey, voor mijn gevoel ben ik wild on track. En welke kant ik ga, dit is mijn levensweg. Menig mens weet.
een pitstop op je levensweg. Of je de wind mee of tegen hem. Niemand is meer dan alleen een mens. Dit is een pitstop op je levensweg. De struggle heeft iedereen wel eens gekend. Momentje van mezelf, ik ben even weg. Dit is een pitstop op je levensweg. Dit is voor het einde van de week bestemd. Dit is voor het einde van de week. Voor als je het eventjes niet meer weet. En ga los en geef alles wat je weet niet alleen. Beweeg vrij in de zaak mag blijven. Voor je gevoel ben je over een tijd. Maar je hebt geen tijd over, dat is geen mogelijkheid. En al die fixen om me heen zijn wel in mode zijn. Hinten voorbij, dat gaat frame bij frame. Creëren van de status is voor mij geen probleem. Herkennen van een fase is door mij gekleed. En ik kan me niet bedenken dat ik heb bijgebeend. Hand in de lucht, dus voor je handen in de lucht, je gaat lekker. Dit is voor het einde van de week. En ga los en geef alles. En niet vergeten, je bent niet alleen. Het is een pitstop op je levensweg. Of je er wind mee of tegen hebt. Niemand is meer dan alleen een mens. Het is een pitstop op je levensweg. Dit is voor het einde van de week.